Goedenavond. Een gemiddelde energiefactuur stevend af op 10.000 euro per jaar, zeggen experts. Europa wil ingrijpen. It is no more fit for purpose. And that's why we, the Commission, are now working on an emergency intervention. C'est pas dérangeant, mais bon, c'est quand même plus chouette d'avoir plus de vacances. In het Franstalige onderwijs is het schooljaar vandaag al begonnen. Hun zomervakantie is ingekort, andere vakanties worden langer. De lancering van NASA van de eerste raket naar de maan in 50 jaar is uitgesteld door technische problemen. En een team van internationale onderzoekers is op weg naar de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne om te controleren of die nog veilig is. Als de gas- en elektriciteitsprijzen op het huidige hoge niveau blijven hangen. Het is een vrij zonnige dag geworden vandaag. Vannacht krijgen we brede opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 10 en 16 graden. Morgen opnieuw een droge dag met eerst veel zon en na de middag stilaan meer wolken. En het wordt wat warmer met maxima tot 27 of 28 graden. Nog dit. Vanaf vandaag is de zomervakantie op de nieuwsdienst helemaal ten einde. De programma's De Afspraak op Canvas en Laat op 1, die zijn terug. De energiecrisis, dat was de opener van ons journaal vanavond. Gemiddeld kosten stroom en gas een huishouden nu meer dan 800 euro per maand. Voor stroom bereidt Europa een ingreep voor. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Je kan daar enkel eigenlijk nog maar gaan ontsnappen als je vandaag investeert in eigen productie, zonnepanelen. Kijk een keer naar een investering, bijvoorbeeld een elektrische boiler. Of als je probeert, om het zo te zeggen, naar een vast energiecontract te gaan. Als Europese landen moeten wij zo snel mogelijk zeggen, die hoge prijzen, wij gaan die niet meer betalen. We need a new market model for electricity that really functions and brings us back into balance.